Gent in de competitie niet al te best opdreef, zorgde voor een echte stunt. Een stunt die Gent ook een nieuwe stimulans zou moeten geven in het kampioenschap. Dan moet je afwachten natuurlijk dat een prestatie van één wedstrijd alles gaat omgooien en dat het eenmaal vlot gaat lopen. Dat kan men moeilijk voorspellen. Maar ik denk wel voor heel de groep dat dat goed gedaan heeft van die wedstrijd van gisteren ons te kwalificeren. Maar we moeten vooral ook met ons beide voeten op de grond blijven. Dus zaterdag is het een andere wedstrijd. En daar moeten we ook resultaat boeken. Want het is ook belangrijk, denk ik, in de competitie. Omdat we toch naar volgend seizoen, zoals gezegd, moeten werken om terug een Europese plaats trachten te bemachtigen. En dat op dit ogenblik nog een beetje weg is. Dus dat is volgens mij zeker zo belangrijk als die wedstrijd van gisteren. In Frankfurt zagen we nog eens de echte Van den Berg aan het werk. En dat was toch weer een poos geleden. Ik heb tot nu toe 4 doelpunten gemaakt en verleden seizoen liep het erg vlot. Dus je wordt altijd daar terug op beoordeeld. Maar ik denk in de wedstrijden ook dat ik zeker zoveel gelopen of gewerkt heb als verleden seizoen. Maar ja, als die doelpunten er niet zijn, heb je misschien slecht gespeeld. Dus nu met dat doelpunt van gisteren, ik steek niet weg dat misschien dat vertrouwen er veel aan doet met dat doelpunt. Maar ik zou niet durven stellen van te zeggen, ja, nu is hij terug volledig vertrokken of zo. Dat kan...